Goedenavond, beste luisteraar. Welkom bij de niet zo serieuze Sprookjes met Geron de Wulf, live vanuit de Charlatan. Als kind worden er vaak verhaaltjes verteld voor je gaat slapen. Maar dan word je groot en dan stopt dat vandaar deze niet zo serieuze sprookjes. Ik word bijgestaan door een collega-kameraad van mij, ook een improvisator, Stijn van Oudreven. En we kregen van het publiek de opdracht het sprookje te vertellen. Er was eens een cosmonaut die altijd honger had. Hier gaan we. Er was eens een cosmonaut die altijd honger had. Yuri was uitgeweken naar Zedelgem. Yuri, zijn grote droom was om de astronaut te worden, de eerste die vanuit West-Vlaanderen vertrok. Hij had niet zomaar West-Vlaanderen uitgekozen, nee. Hij wist dat er daar heel veel varkens waren. Want varkens waren cruciaal in Yuri zijn plan. Yuri wou naar een verre planeet gaan, varkens meepakken en daar een nieuw West-Vlaanderen creëren. En om een nieuw West-Vlaanderen te creëren heb je niet meer nodig dan één mens en veel varkens. En iedereen weet dat het beste dier om u te voeden een varken is. De West-Vlamingen hebben zelfs een lied over. Snot, en spek. Snot, hespen en spek. Smot, hespen en spek. Ja, het was een oud lied uit West-Vlaanderen dat niet zo gekend was bij iedereen. En Yuri maakte zijn raket klaar. En de boer van een kilometer verder, zijn buurman, Roger, kwam even vragen waar Yuri toch mee bezig was. Hij zei, hoza. Yuri, waar zijn jij hier mee bezig, jong? Wel, zei Yuri, want hij was tenslotte van Rusland. Ik ben een raket aan het bouwen, maar niet zomaar een raket. Ik neem allemaal varkens mee en ik bouw de raket van peperkoek. Want de planeet dat ik wil naartoe wil, ja, die is heel ver en ik moet onderweg toch iets kunnen eten. En van die varkens wil ik niet eten, want ik heb ze nodig om daarop te kweken. Oh, maar hoza, hoza, hoza. Hier alle peperkoek pakken dat we hier verkopen hebben in de supermarkten. Je mag niet alle peperkoek pakken. Je moet gewoon zonder peperkoek naar boven. Yuri was vastberaden. Waarom zou hij zichzelf verhongeren onderweg? Hij en Roger keken elkaar aan. En ze kregen allebei hetzelfde idee. We gaan samen naar boven. Dan heb je uw peperkoek. En dan kan ik ook mee van de peperkoek eten. En dan zijn we twee cosmonauten die geen honger gaan hebben. En zo gezegd, zo gedaan. Ze maakten de raket en ze stegen op. En na 10 minuten vliegen was het eerste hongertje daar. Yuri had natuurlijk in al zijn enthousiasme het stuur opgegeten. Heel vervelend, want de baan die ze namen was naar rechts. En ze moesten eigenlijk naar links. Oh, zei de boer, dan gaan we naar rechts. Want als ze bluft naar rechts gaan, komen we links uit. Boerenlogica en boerenwijsheid. Nu had de boer ook een hongertje. En hij begon ook aan de raket te knabbelen. Maar niet alleen aan de raket. Hij had zich vergrepen aan Antoine, het grootste speenvarkentje dat mee was. Antoine vond dat niet erg. Antoine had zoiets van, ja, ik ben nu toch mee, stavakkes.
Maar ze reisde verder en verder en de peperkoek werd meer en meer opgegeten. En de raket werd kleiner en kleiner en kleiner. Ze zaten daar op ingepakt met 75 varkens. Op 3 vierkante meter raket nog. Raket van peperkoek. Totdat Roger zei van, ho Joeri, als we nu nog gaan eten, dan heb je geen raket niet meer, hè? Dan gaan we nooit niet geraken waar we moeten geraken. Maar Joeri had altijd honger. Honger was het belangrijkste voor Joeri. En hij bleef van zijn raket eten. Hij at zoveel dat er niks meer overschoot. En alle varkens werden verspreid door het heelal. En al die varkens zijn terechtgekomen op allemaal andere planeten. Behalve Joeri en Roger. Zij zweven nog steeds ergens in het heelal. En nog steeds heeft Joeri honger. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je honger hebt, eet dan dingen op die je niet vervoeren. Slaap wel. Ha ha ha.